Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we weinig bewolking boven Nederland, vanochtend om 6 uur. Maar veel bewolking boven het noorden van Frankrijk en ook België. En die bewolking boven het noorden van Frankrijk en België, die breidt zich vanochtend uit naar Nederland. Vanuit het zuiden dus steeds meer bewolking, maar in het noorden nog enige tijd zon. In het noorden een lokale bui, in het zuiden later vanochtend al wat motregen. En vanmiddag breidt dat regengebied zich verder over het land uit. De meeste regen trekt over het zuidoosten en oosten. Temperaturen vanmiddag 6 tot 8 graden en de wind neemt af. Vanavond trekt de regen geleidelijk naar Duitsland weg. Kan er nog een enkel buitje vallen, maar wordt het wel weer op de meeste plaatsen droog. Temperaturen dalen dan naar 5 graden. Morgen ook verre van koud weer. De zon schijnt van tijd tot tijd en lange tijd is het droog. Pas aan het einde van de middag gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Het wordt zo'n 7 tot 9 graden. Zaterdag verwachten we behoorlijk onstuimig weer. Aan zee kan het dan zelfs enige tijd stormen. Forse windstoten ook mogelijk en ook in het binnenland waait het flink. Verder schijnt geregeld de zon en valt er slechts een enkel buitje. Ook zondag en maandag slechts een enkele bui, ook af en toe zon en de temperaturen blijven te hoog voor de tijd van het jaar. Ik ben Michiel Severin van weerplaatser.nl